Van 3D naar 5D, Gerrit. Transmissie. Voor alle realiteiten bestaat er een grid. En voor alle gedachten die je hebt, is er een energetische vorm dat daaraan vooraf gegaan is. En het kristallen grid zou je kunnen omschrijven als een kader waaraan we allemaal gekoppeld zijn. Net zoals dat onze gsm's en computers aan het internet gekoppeld zijn. Wist je trouwens dat het internet ontstaan is door het materialiseren van het collectieve onderbewustzijn? Dus de realisatie van alle onbewuste gedachten die wij als mensheid hebben, eigenlijk als geheel hebben. Dus dat betekent dat er zowel zuivere als misleidende informatie te vinden is op het internet. En je dus, zoals altijd, ook je innerlijke leiding en intuïtie dient te volgen. Nu het grid van de drie werelden aan het afbrokkelen is, voelen vele zielen ook die angst. En de toren van een gekende wereld is in elkaar aan het zakken. En doordat ze nog niet afgestemd zijn op het nieuwe kristallen grid van de 5D-aarde, blijf je ook alles voelen die daarmee die aan de 3D-energieën, de 3D-wereld gekoppeld is. Deze transmissie, wat eigenlijk een energetische overdracht is, is bedoeld om jou hiermee te helpen, zodat je kan intappen op de hogere energieën die reeds gedurende lange tijd beschikbaar zijn. Want zolang je verbonden bent met 3D-grid, zal je de angsten van het collectieve bewustzijn voelen en er natuurlijk ook door beïnvloed worden. Door bewust te worden hierover en over het bestaan van het nieuwe grid, kan je ervoor kiezen om je energie te gaan verschuiven. En op dat ogenblik kies je er eigenlijk voor om te gaan leven volgens de tijdslijn waarin je jouw hoogste goed leeft. Net alsof je ervoor kiest om het beste leven mogelijk op dit moment te gaan leven. Nu, de veruitdrukking daarvan in je realiteit ga je niet onmiddellijk merken. Het is ook een proces dat eerst op energetisch vlak plaatsvindt en dus eerst in jezelf verankerd mag worden. Want, zoals de wet van het universum zegt, zo binnen, zo buiten en zo boven, zo beneden. Dus wil je een ander leven leiden vanuit een hoger bewustzijn, dan is weten dat jij je realiteit bepaalt de eerste stap daar naartoe. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele plek. Sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem dan in richting je buik. Waarbij dat je bij elke ademhaling je stress en spanning loslaat en ontspanning en rust inademt. Laat alle afspraken, alle zorgen en alle to-do's los en zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en die rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. En adem uit via je mond. Je kan deze ademhaling doen zodat je in 4 tellen inademt. Dan even je adem vasthoudt gedurende 3 tellen. En vervolgens zachtjes hoorbaar weer uitblaast in 4 tellen. Dus 4 tellen in. 3 tellen vasthouden. En 4 tellen weer uitblazen. En dan vraag ik je hogere zelf om je bij te staan bij deze transitie. Geef zelf ook toestemming aan je hogere zelf om in je energieveld te komen. En terwijl dat gebeurt, blijf gewoon rustig doorademen. En we vragen aartsengel Metatron om ons bij te staan in deze overgang.
Aartsengel Metatron brengt de gouden energie van de bron via je kroonchakra, wat aan de bovenkant van je hoofd ligt. Brengt de gouden energie via je kroonchakra in je lichtlichamen. Met elke inademing ontvang je meer van deze zuivere energie. Visualiseer hoe de gouden energie via een lichtstraal aan de bovenkant van je hoofd, je lichtlichamen en je fysieke lichaam binnenkomt. Laat de gouden energie doorheen je volledige lichaam gaan. Doorheen je armen, tot in de puntjes van je vingers. Doorheen je benen, tot in de topjes van je tenen. Tot in elke cel, tot in je DNA, maar ook je spijsvertering, je bloed, je lymfestelsel, je botten. Kortom, geef de gouden vlam en de gouden straal toestemming om je volledige systeem te transformeren. En dan vragen we aartsengel Sandalfon omdat hij de zilveren energie tot aan je voetchakras brengt, naar je lichtlichamen. Doe hetzelfde met de zilveren energie alsof je met de gouden energie gedaan hebt. Met elke inademing ontvang je ook meer van de zuivere zilveren energie. En laat ook deze zilveren energie doorheen je volledige lichaam gaan. Tot in elke cel, je DNA, je spijsvertering, je bloed, je bottenstelsel. Laat vervolgens zowel de gouden energie als de zilveren energie samenkomen ter hoogte van je hartchakra. En daar vormen ze de gouden en zilveren energie die zich vermengt. En uiteindelijk de diamantenenergie vorm heeft. En samen vormen ze een diamantenbloem ter hoogte van je hartchakra. Voel hoe de stralen je verwarmen en voel hoe de diamantenenergie je energie ook oplaadt. Vraag dan hulp aan de lichtwezens van de eenheid en geef toestemming om je te ondersteunen in het proces van bewustwording. Ik nodig ook jouw gidsen en je beschermengelen uit in je energieveld om de overgang te maken van het 3D-kristallengrid naar het 5D-kristallengrid. En denk samen met mij, beste lichtwezens van de eenheid. Gelieve mijn volledige energiesysteem te koppelen en te verankeren in het nieuwe 5D-grid van de aarde. Verbreek alle verbindingen met het 3D-grid
door het los te koppelen en te verbreken door alle tijd en ruimte. Hiermee worden ook alle beloften, geloften en zielsafspraken opgelost en overgedragen aan de bron. Ik zuiver alle zielen van oude zielscontracten en karma die mij nog in het 3G-grid vasthouden. Ik ben klaar om het te leven vanuit het hoger bewustzijn dat ik belichaam. Ik ben klaar om te leven in lijn en afstemming met mijn ziel. Dank u. Terwijl deze transitie plaatsvindt, is het belangrijk om gewoon rustig te blijven doorademen. Hou je adem niet vast. Hou je kaak van het slot, zodat die geen spanning meer weerhoudt in jouw kaak. Voel in je lichaam dat er anders nog spanning zit en laat ook die spanning gewoon los. Ontspan. Vraag ook aan de lichtwezens van de eenheid en aan je gidsen dat ze jouw grondingskoorden aanpassen en optimaliseren. Dank u. Visualiseer 5 grondingskoorden met een gouden kleur. 2 grondingskoorden vertrekken vanuit je voetchakras, dus aan de onderkant van je voeten, aan elke voet 1. Naar de kristallen kern van de aarde. En 1 grondingskoord vertrekt vanuit je basischakra, dat is ter hoogte van je stuit ongeveer. Een andere grondingskoord verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. En een 5e verbindt je pijnappelklier, die bevindt zich in het midden van je hoofd, eveneens via een grondingskoord met de aarde. En laat alles wat je niet meer nodig hebt in je verdere groei nu via deze grondingskoorden naar de aarde stromen. Wees dankbaar dat de aarde deze energie voor je transformeert. Blijf nog even in de goud-zilveren energie. Voel hoe je gronding versterkt wordt en aangepast wordt aan je huidige trilling, aan je huidige energiefrequentie. En op het ogenblik dat je de stroming voelt afnemen, bedank je jouw hogere zelf, de lichtwezens van de eenheid, je gidsen, aartsengel Metatron en aartsengel Sandalphon voor de medewerking bij deze transitie. Ze verlaten je energieveld opnieuw, waardoor je lichaam de kans krijgt zich opnieuw aan te passen aan de energie op aarde, een energie die voor jou op dit moment comfortabel is. Wanneer je er klaar voor bent, beweeg dan zachtjes je tenen en je vingers. Zeg 3 keer ik ben, gevolgd door je naam. En wanneer je er klaar voor bent, open dan je ogen. En zoals altijd, een licht aan liefde voor ieders hoogste goed.